Rond de Toren, een programma over onderwerpen op het snijvlak van religie en samenleving. Rond de Toren is te gast in Wekerom en daar is één hervormde kerk. En die heeft een hele mooie geschiedenis en daar horen we hier meer van. Ik ben Henk Blotenburg, al sinds mijn geboorte gemeentelid van de hervormde gemeente van Wekerom. En mijn naam is Sjaak Kranendonk. De geschiedenis van hervormd Wekerom gaat eeuwen terug. Rond 1600 waren hier in Wekerom maar een 15-tal woningen. En Wekerom behoorde tot de gemeente, kerkelijke gemeente hervormd Ede. Om ons heen waren kerken in Lunteren, Otterlo en Harskamp. Wekerom was zo klein, daar was geen noodzaak en ook geen gelegenheid om een eigen kerkgebouw te stichten. Dat veranderde pas eeuwen later, toen rond 1970 in Wekerom de behoefte ontstond om een eigen gemeente te stichten. Daarvoor was al wel door de hervormde gemeente van Ede een kerk gebouwd in Wekerom. In 1954 kreeg Wekerom zijn eigen kerkgebouw, gebouwd door de hervormde gemeente Ede. En dat was dit mooie gebouw, maar toen nog zonder toren. In de jaren daarvoor gingen inwoners van Wekerom te voet of op de fiets naar de kerk in Ede. En dan praat ik over de begin van de 20e eeuw. In de 30 jaren werden hier in Wekerom in de zomer kerkdiensten gehouden op een boerderij of werkhuizen. Maar verder gingen gemeenteleden twee keer per zondag naar de kerk in Ede, hervormde kerk. Ja, in die periode is er een gebouwtje opgericht aan de schoolsteeg. Dat heette Vios. En daar kerkten de mensen dan in eerste instantie onder leiding van de predikant van de hervormde gemeente van Ede. Wijkgemeente 1, die hier dus het pastoraat deed. Ja. Eind jaren 60 ontstond in Wekerom een sterke behoefte om zelfstandig te worden. En zich af te splitsen van de hervormde gemeente van Ede, een eigen zelfstandige gemeente. En dat was vooral ingegeven door het feit dat men in Wekerom bang was dat de moderne tijd te veel zou toeslaan in het gemeentewerk, in de liturgie, in de eredienst. En men wilde eigen keuze kunnen maken. Onder leiding van dominee Bouw, maar ook met instemming van de volledige kerkenraad van Ede, is toen het proces van verzelfstandigwording ingezet. En succesvol beëindigd in 1970. In een paar jaar tijd werd Wekerom een zelfstandige gemeente die op eigen benen kon staan. Op tweede kerstdag 1972 is dominee Beens hier als eerste predikant van de zelfstandige gemeente bevestigd. En vanaf die tijd hebben we 7 predikanten gehad en we hebben nu onze 8e predikant. Ze dachten in eerste instantie in de gemeente Ede van dat redden jullie nooit wat financieel betreft. Maar we hebben bewezen, eigenlijk onze voorouders hebben bewezen dat ze dat wel gered hebben. En we bestaan nog steeds. De financiën waren in het begin natuurlijk niet ruim. Maar dankzij een erfenis, maar ook dankzij de geefbereidheid van de gemeenteleden, kon toch de gemeente echt op eigen benen blijven staan. De hypotheekschuld die men had in het begin, toen deze kerk eigendom werd van de hervormde gemeente van Ede, was in een paar jaar tijd afgelost. En dat is echt een verdienste voor een kleine gemeenschap. Ik denk dat er toen 300-400 leden waren in de gemeente in het begin. Naast het feit dat we een eigen gemeente kregen, of een eigen predikant kregen in 1972, kwam in Wekerom ook het verenigingswerk tot grote bloei. Voorbeelden daarvan zijn het jeugdwerk. Wekerom kende al jeugdwerk sinds 1934. Het toenmalige hoofd van de school richtte een jeugdvereniging op om de jeugd na schooltijd ook bijbels onderwijs
of diepgaander Bijbels onderwijs bij te brengen. En sinds 1934 tot nu toe, al 90 jaar, kent Wekerom bloeiend jeugdwerk. En dat is best bijzonder voor een dorp waar toch heel veel omgaat. Waar ook andere verenigingen zijn, een voetbalvereniging. Maar jeugdwerk heeft altijd een belangrijke plaats gehad. Wat ons beeld is geweest dat in de zondagse eredienst de woordverkondiging natuurlijk centraal staat. Maar we hebben ook altijd gemeend dat de jeugd ook gebonden kan worden bij de kerk en bij het woord. Door ook in het jeugdwerk, ook in andere werkvormen de Bijbel open te laten gaan. Te spreken over de grote God, zijn grote daden. Sinds 1934 is dat jeugdwerk onafgebroken doorgegaan in Wekerom. Het is gegroeid. Het begon met twee jeugdclubs. Met alleen jeugdclubs voor de jeugd van 9 tot 14 jaar. Inmiddels hebben we ook tieners op vrijdag, vrijdagavond. We hebben zaterdagavond jeugdwerk. En dat bloeiende jeugdwerk is een belangrijke drager ook onder je gemeenteleven. En ook de jeugd met elkaar in gesprek mag gaan over Gods woord, over zijn grote daden en over ook het heilswerk voor ieder mens. En dat vinden wij een belangrijke ontwikkeling. Toen in de jaren 50 het gebouwtje Vios aan de Schoolsteeg te klein werd en de gemeente groeide, omdat het dorp ook uitbreidde, is door de gemeente, hervormde gemeente Ede, dit kerkgebouw gebouwd. Het mooie gebouw, een beetje in de vorm van een schaapskooi, als u om eens heen kijkt. Wat in 1954 werd geopend en sindsdien plaats biedt aan de hervormde gemeente van Wekerom. Het was in het begin kleiner. De aanbouw die hier links zit, zat er toen niet aan. Het bood toen plaats aan ongeveer 400 gemeenteleden en was toen groot genoeg. De toren is later gebouwd dan de kerk. Stond eerst los van de kerk. Maar in de jaren 95, zo'n beetje, 1995... toen bleek dat het betonrot in de toren zat, dus die moest alweer afgebroken worden. En daarna is er een hele nieuwe toren gebouwd en hebben ze de toren vastgezet aan de kerk, zodat je nu onder de toren vandaan de kerk binnen kan komen. Ja, daar hebben we als jonge gemeente natuurlijk best heel veel geld in moeten stoppen. En gelukkig kwam dat ook allemaal heel vlot binnen. Dus wat dat betreft hebben we een gemeente die betrokken is bij het kerkgebouw, ook bij de kerk natuurlijk, en bij de gemeente. En zodoende zijn we eigenlijk een gemeente die schuldenvrij is, hè? Ja. Om het zo maar even te zeggen. Wat toch een leuk detail is over die toren, die betonrot trad al zo snel op dat de architect nog leefde die de toren had ontworpen. En toen de toren gesloten werd en er een nieuw ontwerp werd gemaakt, ging de architect niet akkoord met een nieuw ontwerp. Dus het oorspronkelijke ontwerp is teruggebouwd door de architect. Ja, het interieur is bijna hetzelfde nog als in 1954. De banken zijn nog de banken van toen. Alleen er is nu een groene bekleding opgekomen. En misschien wat meer kussentjes. Ja, en toen de nieuwbouw aan de kerk bijgebouwd is, omdat de gemeente groeide en de kerk te klein werd, hebben ze de oude banken hebben ze nagebouwd en zo zijn er in het nieuwe gedeelte ook weer dezelfde banken gekomen zoals in het oude gedeelte staan. Wat jullie ook in het interieur zien is de voortschrijdende modernisering of voortschrijdende techniek. Een camera waarmee op zondag rechtstreeks de verbinding is met het zorghuis Wichemlo, waar bewoners van Wichemlo live meekijken met de eredienst hier in de kerk. En natuurlijk het orgel. Wat hier voor ons zondags zijn prachtige geluid laat horen. Komt uit een andere gemeente waar het orgel te klein werd of moest verdwijnen. 2005 is het in gebruik genomen. De ontkerkelijking gaat ook Wekerom niet voorbij. Er zijn mensen die we langzamerhand naar de rand van de kerk zien verschuiven. En op een gegeven moment zie je ze ook niet meer in de kerk. Er wordt wel heel veel aandacht aan besteed door de kerkraad, door die mensen te bezoeken. Maar je kunt het eigenlijk het tij ook niet keren, ook in Wekerom niet. Hoewel we moeten zeggen dat we al vanaf, ik denk,
1980, 1990 een ledenbestand hebben wat ongeveer tussen de 900 en de 1000 leden zit. Dat blijft eigenlijk gelijk. Dus je zou kunnen zeggen van ja, de ontkerkeling gaat wekerom voorbij. Maar dat is niet zo. Nee. Je ziet wel heel duidelijk de groei van het dorp Wekerom. De laatste 20 jaar heeft zich niet vertaald in een evenredige groei van de gemeente. Dat betekent dat er inderdaad helaas een aantal mensen toch ook naar de zijlijn zijn gegaan. En elders zijn gaan kerken of niet meer kerken. De zending wereldwijd. Daar doen we op het ogenblik mee met het project de deelgenoten van de Gereformeerde Zendingsbond. En we hebben Jan en Wilma van Doleweert als ondersteunende. Die ondersteunen we dus voor de zending. Die mensen die zijn begin februari zijn ze uitgezonden. Evangelisatie doen we dan in het dorp. We hebben een commissie die dan de mensen in het dorp, de randkerkelijke moet ik zeggen, de mensen die dus nog wel ingeschreven staan, maar niet meer in de kerk komen. Krijgen dan één keer in een jaar, één keer in de twee jaar een bezoekje. Deze ruimte wordt gebruikt door het jeugdwerk. De jongelui die knutselen hier en die maken dingetjes. Ze hebben in eerste instantie dan een bijbelverhaal gehoord. En na het bijbelverhaal gaan ze dan wat prutsen. En wat ook wel bijzonder is, denk ik, dat we hier op de achtergrond de foto's zien van onze zomerkampen. Sinds 1978 kent Wekerom al jaarlijks een kampweek met de jeugd. En ieder jaar wordt daar een groepsfoto van gemaakt. Ze hangen hier nog vanaf 1999. En dat is een rijke traditie ook van het hervormd jeugdwerk Wekerom. Ja. Nou, en dan de oudere jeugd, zoals van de ZJW, zaterdagavond jeugdwerk. Die gaan dan rond Hemelvaartdag een weekend met elkaar op stap. Ook om bijbelstudie te doen. En om ook heel ontspannen met elkaar om te gaan. Wij vinden het een mooie gelegenheid dat de kerk ook die ontmoetingsruimte en de ontmoetingsmogelijkheden biedt. Met ontspanning in hun vrije tijd. Waarbij het woord ook open gaat, maar dat is dan een onderdeel van een aap.